Ik ben Hans Lambeau, hoofdredacteur van Database Magazine. En dit keer zijn te gast op BI-platform Gert-Jan Vlug en Harm van der Lek, oprichters, eigenaren van BI Ready, het data warehouse generatietool van Nederlandse bodem. Welkom heren. Gert-Jan, ik zag onlangs een persbericht voorbij komen waaruit bleek dat het erg goed gaat met BI Ready. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zijn in 2005 begonnen met een heel mooi idee. Dan ben je een jaar of twee bezig om daar echt een goed product van te krijgen waar je mee naar buiten kan, naar de klanten kan en partners kan. 2008 hebben we besloten naar Amerika te gaan, kantoor te openen. En hoewel 2009 natuurlijk een moeilijk jaar was voor de hele industrie, budgetten waren heel erg laag, projecten werden uitgesteld, hebben we toch echt een doorbraak in Amerika gerealiseerd en ook met name daar onze omzet gerealiseerd in 2009. En dat was inderdaad net zoveel als in de jaren daarvoor, dus we zijn echt tevreden. Toch hoor ik in Nederland vrij weinig over BI Ready. Hoe zou het komen dat het in de VS zo goed doet? Tweeledig. Amerika is natuurlijk een heel groot land, dus daar liggen de kansen. Dat is ook de reden dat we daarheen willen. Analisten zijn daar erg op geënt om Amerikaanse bedrijven te volgen. Dus dat is goed voor je PR, het markt is groot. En onze inspanningen op het gebied van marketing hebben we ook met name in Amerika gedaan. Dus vandaar dat daar het meeste resultaat is geboekt vorig jaar. Hoewel we op dit moment weer met een aantal hele interessante projecten in Nederland bezig zijn. Dus zo stil zal het niet blijven. Harm, is het product nou inmiddels uitontwikkeld? Nou ja, zo'n product is natuurlijk nooit uitontwikkeld. Er zijn altijd weer nieuwe ideeën mogelijk. Maar de oorspronkelijke gedachten die zitten er nu helemaal in. En voor de meeste klanten zal dit voldoende zijn. En die dingen die er nog aan moeten gebeuren liggen ook niet zozeer meer in de sfeer van grote conceptuele vernieuwingen. Het zijn meer technische handigheidjes die je natuurlijk nog eraan kunt toevoegen. Ik heb begrepen dat je het bedrijf BI Ready gaat verlaten. Formeel zijn er wat veranderingen, laat ik het zo zeggen. Tot nu toe waren Gert-Jan en ik beide eigenaar-directeur. Is nu eigenlijk niet meer nodig, omdat mijn bijdrage natuurlijk voornamelijk in de inhoudelijke sfeer lag. Dat visionaire wat daarin moet liggen, dat ligt er nu in. Mijn bijdrage kan eigenlijk verminderen en ik wil dat eigenlijk zelf ook graag, omdat ik gewoon een hoop ideeën heb om andere dingen weer te gaan oppakken, zoals publiceren. In die 5 jaar doe je toch ook weer een hoop nieuwe ideeën op andere vlakken. Dus. En die ruimte die kan je niet krijgen als je toch 50-50 in zo'n bedrijf zit. Uiteraard blijf ik betrokken bij BI Ready, maar dan als adviseur. Gert-Jan, hoe gaat dat in de toekomst met eventuele nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features, patches en dergelijke? Ja, wat Harm al aangaf, het begint met een visie en proberen dat te vertalen naar een product. Nou, dat had ik zonder Harm niet hoeven aan te beginnen. Maar dat is wel voor een groot deel klaar. En wat je nu ziet, we zijn op het ogenblik bezig met een nieuwe versie te ontwikkelen. En er zit heel veel nieuwe functionaliteit in. Maar veel daarvan wordt ingegeven door onze partners en onze klanten. En dat zijn meer in wat Harm al aangaf, technische aanpassingen, verbeteringen, optimalisaties. En op dat vlak kan je natuurlijk met andere mensen ook heel goed uit de voeten. Op zoek naar een nieuwe Harm heeft niet zoveel zin, want die vind je niet zo gauw. Maar wat je ziet als je een bedrijf opstart, dan moet je van alles doen. Dus we hebben naast het bedenken en het ontwikkelen van de software, heb je support, marketing, pre-sales-achtige zaken. En daar zijn natuurlijk in de loop van de tijd prima specialisten voor beschikbaar, waarmee je team kan uitbreiden. En op die manier zullen we dat ook zeker gaan doen. En gelukkig blijft Harm actief betrokken bij BI Ready, ook op projectbasis. Hij is nu weer druk bezig met nieuwe functionaliteit in te bouwen die we nog gezamenlijk hebben bedacht. Volgende week ook nog een bezoek aan onze Amerikaanse klant om daar de mensen echt op gang te helpen. Dus ik hoop dat de samenwerking op die manier ook in stand blijft. Harm, per wanneer is deze nieuwe situatie effectief? Nou, met ingang van 2010. Heren, hartelijk dank voor dit gesprek en allebei erg veel succes. Dankjewel. Graag gedaan.